Nou, nu we dus op zoek kunnen naar de deugd, is het misschien leuk om even stil te staan wat zo al deugden zijn. Hè. Hier heb je er drie van de vier klassieke deugden, zeg maar. De belangrijkste is dikaiosune, rechtvaardigheid. Nou, die staat hier niet op. Die staat namelijk op de andere wand. Verder heb je de deugd moed, die hier met een leeuw afgebeeld wordt. Je hebt de deugd matigheid, hier met teugels afgebeeld. En je hebt natuurlijk sophrosyne, bedachtzaamheid, oftewel bedachtzaamheid. Laten we het bedachtzaamheid noemen, met hier het teken van Athena op haar borst. En dat deugden altijd vrouwen zijn, dat zegt misschien meer iets over de opvatting, de heersende opvatting van hoe er tegen vrouwen aangekeken werd, dan dat het zegt over of een deugd altijd vrouwelijk is. Het woord is in ieder geval wel vrouwelijk, maar ja goed, nee. Je kunt toch eens voor de aardigheid een paar deugden als mannen aan afbeelden. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. We gaan even naar het einde toe, want Meno die is natuurlijk heel enthousiast. Die zegt van ja, nou kunnen we. Meno, Socrates, Meno. Dus drie dingetjes en dan gaat Socrates Meno nog een paar vliegetjes afvangen. Nou, Naio Socrates. In dit stuk wordt het van belang om ego met een bijwoord goed te bekijken. Letterlijk betekent ego ik heb. Of hebben, maar als er een bijwoord bij staat, dat is vaak een woord met hoos, dan is het er aan toe zijn. Dus hoetos ego er zo aan toe zijn, ege hoosper er aan toe is, zoals. Dus bij ego met bijwoord er aan toe zijn vertalen geeft je wat houvast. Nou, gaan we. Wat zegt Meno? Ja hoor Socrates. Wat fijn. Alla pos legeis tuto hoti umanta nomen alla hen kalumen matesen anamnesen esten? Vraagteken. Maar, pos legeis tuto, hoe bedoel je dat? Letterlijk, hoe zeg je dat? Maar in dit geval is bedoelen misschien beter. Maar hoe bedoel je dat? Hoti umanta nomen, dat wij niet leren, maar dat hen kalumen matesin anamnesis esten, maar dat wat wij matesis noemen, wat wij leren noemen, wat wij lering noemen, dat dat herinnering is. Maar hoe bedoel je dat? Dat wij niet leren, maar dat wat wij leren noemen, herinnering is. Dus we leren niet, maar wat wij dus leren noemen, dat is iets herinneren. Nou, nog iets met dat werkwoord ego. Dat werkwoord ego staat hier letterlijk egeis me tuto didaxai. Het staat letterlijk, heb jij mij iets te doen? Nou, als je daar hebt staan, heb jij mij dat te leren, hoe het er zo aan toe is, dan mag je natuurlijk gaan vertalen met, kun jij mij dat leren, hoe het er zo aan toe is? Kun jij mij dan leren hoe het zo in elkaar steekt? En dat is natuurlijk koren op de molen van Socrates. Want Meno gebruikt hier namelijk het verkeerde woord. En Socrates vangt graag op woorden. Want het is van belang goed te definiëren. En het woord waar het hier natuurlijk om gaat, waar Socrates over valt, is didaxai. Kun je mij dat leren? En dan zegt Socrates, nee, hè. Leid nou, word niet zo, hè. Laat je nou toch niet zo lijden, o Meno. Kai arti eipon, o Menon, hoti panurgos ei. Hè? Ik heb zojuist toch al gezegd, Meno, dat jij een gewiekst, nou hebben we hem weer, dat jij gewiekst bent. En ik begin me dan langzaam maar zeker pas te beseffen dat mocht je in Midden-Limburg wonen en je dit hoort, dat het een hele andere betekenis heeft dan in het Nederlands, dat jij gewiekst bent. Maar goed, dat moet je dan zelf maar vragen aan iemand uit Venlo of zo, die weet precies wat er dan bedoeld wordt.
Dat je doortrapt bent, is misschien beter. Dat je een beetje. Ja, nou ja, laat gewiekst maar staan, wat maakt het uit? Dat had hij namelijk ook al gezegd bij het maken van die vergelijking. Dan moeten we weer een vergelijking gaan maken met jou. Kijk, nu erotisch, en ook nu zeg jij, nu vraag jij, of ik het je kan leren. Daar zit het ellendige woord, didaxai. Hos ufemi, femi is van femi, uitgang mi, is een athematisch werkwoord, en fe is van de stam, en hos dus het betrekkelijk voornaamwoord. Maar in het Nederlands zeggen we dan ik die zegt dat. Vraag of ik het je kan leren, die zegt dat of die zegt dat. Ik die zegt dat. Didagheen. Dat didagheen niet bestaat, dat onderricht niet bestaat, maar dat het herinnering is. Hina de uit is fainomai, en nu krijgen we dus weer een conjunctivus. Afhankelijk van hina, opdat ik zeker autos zelf uitus meteen emautoi aan mezelf toeschijn, om ta enantia legon, letterlijk het tegengestelde zeggend toeschijn. Nou, opdat ik zeker meteen zelf mezelf toeschijn, het tegengestelde te beweren. Want ik zeg dat leren niet bestaat, dat onderricht niet bestaat, en nu vraag je mij... om het jou te leren, maar ik heb net gezegd dat leren niet bestaat. Dus het gaat hier met name om de woorden didaxai en didagen. Ons woord didactiek dus. Didaxai, didagen. Dus leren en onderricht. En dan zegt Meno, dat was niet de bedoeling, Socrates. O maton dia, o Socrates. O bij Wodan, nee. O Socrates, bij Zeus, wat je ook wil, nee. O prostuto blepsais aipon. Ik zei dat niet, prostutoblepsas, daarna gekeken hebbend. En met het oog daarop, dat heb ik daarom helemaal niet gezegd, Socrates. Alla hupotu etus, maar uit gewoonte, maar door de gewoonte. En dan herformuleert hij zijn vraag. En daar was het hem natuurlijk om te doen, herformuleren, zodat de vraag helderder wordt en eerlijker wordt. Al ei poos mooi egeis en dijksastai, dus ik pak je egeis maar gelijk met kunnen. Maar als jij het aan mij misschien kan aantonen, een ander woord, en dijksastai, aantonen, als je het aan kunt tonen, ja, dus niet leren, maar aantonen, misschien laten zien, dan zo een beetje, aantonen misschien, niet leren, aantonen, oké. Hoti ege hospere legeis, en dan komen hier alleen nog maar werkwoorden, dat het is, dat het letterlijk eraan toe is. Hospere legeis, zoals jij zegt, en dijk zei, toon het me dan aan. Vandaar dat hij dan woordje en ander woord gebruikt. Dus niet leren, nee, we zouden toch eens gaan leren, nee, dat is niet de bedoeling. Dat zei ik alleen maar uit gewoonte. Nee, nou, zou je het me dan willen aantonen, alsjeblieft? En dan zegt Socrates, maar natuurlijk, Meno, dat gaan we je aantonen. En we halen er een slaafje bij. En die komt er dan zometeen ook nog bij. En dan komt dat de volgende keer nog.